De begin jaren 60 stilgelegde lakenfabriek Schiefman, vlakbij het centrum van Oiskirchen, stond jarenlang leeg. Werd een trieste vuilnisbelt en een schandvlek in het stadsbeeld. Er gingen reeds stemmen op om het gebouw te slopen en een brand had bijna het hele fabriekscomplex verwoest. Maar in 1999 kwam het pand in handen van een nieuwe eigenaar, die de waarde van het gebouw erkende. Bernd Meijerspeer, een architect uit München, veranderde met zijn plannen de voormalige fabriek in unieke woongelegenheden en werkruimtes. Intussen heeft ook het betere restaurant Teugels zich in Loft 34 gevestigd. Naast de uitstekende gerechten biedt het de charme om in liefdevol gerestaureerde fabrieksgebouwen te lunchen. In de kantoorruimtes bleef het industriële karakter van het gebouw eveneens bewaard. Voor ramen en buitendeuren, balustrades en buitenverlichting ontwierp de architect een aangepast design. Dat moest samengaan met de soberheid van de bouwelementen van een industrieel pand. De investeerder wilde zijn stadsparklofts genoemde woningen eigenlijk verhuren. Maar de meeste geïnteresseerden waren zodanig onder de indruk dat ze liever meteen wilden kopen. Vooral mensen wier kinderen reeds het huis hadden verlaten, bleken te vallen voor de charmes van de grote woningen in de stad.